Hartelijk welkom bij de Ronde Tafel. Vandaag gaan we het hebben over ouderverstoting. Dat hebben we al eens eerder gedaan. Ik heb twee gasten aan tafel. Kitty Duwel. Mirjam, hartelijk welkom bij Kitty. En Bernd Blijlezen. Jij hebt zelf te maken met ouderverstoting. Dat heb je ook een paar maanden eerder al bij ons verteld. Ja. Kun je nog even een update geven van hoe jouw situatie is? De update is... ik heb toen een paar maanden geleden was het zo de situatie dat ik mijn zoon één keer per week 50 seconden moet spreken. Mm-hmm. Dat is dan waar we gebleven zijn. Hè? Klopt. En waar ik al bang voor was, is gebeurd. Namelijk dat begin december nam ik op en toen zei hij: ik wil jou niet meer spreken. Boom. En dat gebeurde twee keer achter elkaar. En toen dacht ik: oh, wat erg, want dit is wat zij wil. En dus vanaf die tijd spreek ik hem niet meer. Dus dat betekent, je hebt hem nu een aantal maanden ook al niet meer gesproken. Het spreken, het is eigenlijk anderhalf jaar, want als je even opneemt en in 50 seconden met elkaar praat en dan zegt dan, kan je mij verstaan en hoe gaat het met je en wat eet je en je gaat nu naar bed en dat is het dan. Dan heb je niet echt contact met je kind. Dat is geen gesprek, nee. Ik heb eigenlijk geen gesprek gehad afgelopen anderhalf jaar. En je hebt ook geen ander contact met hem, per app of sms of iets dergelijks? Nee. Gewoon totaal niet? Nee, het is echt... niet goed. Dus dat is de status. Kitty, jij bent mediator. In hoeverre heb jij ook te maken met ouderverstoting? Met wat voor situaties? Ouderverstoting op zich, als fenomeen, wordt er heel vaak genoemd. Alleen er zijn twee verschillen die je in feite zou moeten maken. Is ouderverstoting op zich is een heel... geniepig systeem, namelijk de ene ouder zet de andere ouder buitenspel. Bijvoorbeeld zo van, belt de andere ouder op, zo van joh, je zou om 5 uur komen, maar kom om 6 uur of om 7 uur, want het komt niet uit. En zegt tegen het kind om 5 uur, zie je wel, de ander is niet te vertrouwen, want hij komt niet of zij komt niet en... nou ja, dan gaan wij iets leuks doen. En bewust gemanipuleerd. Het manipuleren. Vandaar het programmeren van kinderen. Dat is ouderverstoting per se. Dan heb je ook het bewerken van kinderen. Het primen in goed Nederlands. Is zodanig over de ander spreken. Dat dat kind in een loyaliteit. Tijdsconflict komt, zoals over ja, je vader of je moeder, bla 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 bla. Het kind waar die op dat moment is, die denkt zo van, oh ja, nee, want als ik nou goed praat over de andere ouder, zo van nou, die is wel lief of daar heb ik toch iets leuks mee gedaan. Dus dat loyaliteitsconflict intern heeft, dat is zo van, oh ja, nee, laat ik me maar vooral gemakkelijk maken. Degene die ik de langste tijd doorbreng, die houd ik te vriend door de ander af te wijzen. En die twee stromingen, die zou je in feite even voor ogen moeten houden. Want ze hebben ook twee heel verschillende benaderingsvormen. Op het moment dat het kind weer met de andere ouder in contact komt. Mag ik trouwens weten hoe oud jouw kind is? Hij is vorige week maandag 11 geworden. Ja, een hele gevoelige leeftijd. Zonder dat ik hem heb gezien. Ja. Tweede verjaardag die ik mis. Ja. Want herken je nou zaken die Kitty vertelt in jouw situatie? Nou, bij ons is het niet heen en weer gegaan. Ik heb ontdekt wat er aan de hand was bij ons. En toen heb ik overleg gehad met huisarts en jeugdzorg, met leerplicht, met advocaten, met psychologen. Die zeiden allemaal, doe wat. Ik heb wat gedaan en dat was een soort ontmaskering eigenlijk. En vanaf dat moment heeft mijn vrouw een mond stijf dicht en is met hem vertrokken. En ik heb haar nooit meer gesproken. En hem eigenlijk ook niet. Ja, en zij woont niet in de buurt, zij woont in Frankrijk. Ja. Dus in het buitenland. Ja, hij verblijft in ons vakantiehuis. Ja. Maar goed, dat is altijd zo geweest. Nou ja, de Raad van de Kinderbescherming spreekt nu openlijk over ouderverstoting. Nou, als dat op papier staat, dan mag je aannemen dat het ook zo is. En het is ook zo. Mm-hmm. Als je je kind niet ziet en niet spreekt, en de moeder doet dat bewust, dan er zit niet iets toevalligs bij. Nee. Kitty, hoe wordt hiermee omgegaan, maatschappelijk gezien, met ouderverstoting? Heel verschillend. Over het algemeen
denkt men zo van, nou, degene die het kind bij zich heeft, heeft de meeste macht. Mm-hmm. Want ja, die kan het of manipuleren of de ander buitenspel zetten. Gelukkig in Nederland zijn er steeds meer rechters die in de gaten krijgen. Zo van, ja, nee, maar dat is niet goed. Een kind heeft gewoon ook via middels zeg maar de United Nations het recht op beide ouders. En dus daar wordt steeds meer rekening mee gehouden. Alleen, wij hadden tot begin jaren 90 hier in Nederland ook het effect. Zo van, nou, ouders gaan scheiden, kind gaat automatisch met moeder mee en vader die ziet het in het beste geval. Was je maar de moeder? Ja, inderdaad. Eens per 14 dagen en als je mazzel hebt dan ook nog in de tussenliggende week op woensdag dat je het kind ziet. Wat heel erg moeilijk is als er twee nationaliteiten ook nog eens een keertje mee gaan spelen. Ik begrijp jouw kind en moeder. Van Holland, Amsterdam geboren. Jawel, maar het is ingeschreven in Frankrijk. Nee. Niet. Maar ik meen dat jij net zei, zo van, ja, het woont in Frankrijk. Ja, maar als je naar een vakantiehuisje gaat met de auto, dan ben je niet opeens ingeschreven. Maar je woont daar wel. Ja. Je verblijft daar. Je verblijft daar. En waar gaat hij naar school? Nee. Al die geen onderwijs. Niet onderwijs. Oh, daar is ouderverstoting is mishandeling. Ja, absoluut. Überhaupt hoor, beide vormen is kindermishandeling. Ja, ik zou hopen dat de Raad van de Kinderbescherming er iets aan zou willen doen. Maar jij hebt contact met de Raad van de Kinderbescherming? Ja. Wat zeggen ze dan? Nou, die willen niet meer met mij spreken, want ik stel af en toe een vraag en ze maken zoveel fouten en dan zeg je dat is niet goed. En ik heb nu als antwoord gekregen, het kost ons te veel tijd, we antwoorden jouw mail niet meer. Dus ik heb nu helemaal geen contact meer, ook niet met de raad. Maar toen je wel contact had, hoe werd er dan gereageerd op bijvoorbeeld mishandeling? Mishandeling? Nou, dat is niet zo erg. Geen onderwijs is ook niet zo erg. Hij moet naar moeder. Geen onderwijs, mishandelen, oké. En dan met een echtscheidingsuitspraak? Ik bedoel, wat zegt de rechter? Niets. Ik ben er tot mijn grote verbazing. Zijn we gescheiden zonder omgangsregeling. Maar werd beloofd dat als je gaat scheiden, heb je eerst een omgangsregeling. En dan ga je scheiden. Maar bij ons niet. En de rechter heeft het mij niet eens verteld. Dus ik was stupefait dat ik opeens gescheiden was. Zonder dat er een omgangsregeling was. Ik vertrouwde er blind op. Dat het systeem eerst een omgangsregeling zou verzorgen. Dat we dat met z'n allen zouden doen. En dan zouden we een scheiding volgen. Bij ons niet. Boom, scheiding. Dus ik ben... En dat, ja, het is allemaal heel bizar. Het is dus heel wonderlijk gelopen. Kitty, wat zijn de rechten eigenlijk van die man? Ja, de rechten. Dat is een leeuw die geen tanden en geen nagels meer heeft, met geen klauwen meer heeft. Je zou mogen hopen dat beide ouders het in de gaten hebben wat ze hun kind aandoen. Want je gaf even aan, ja, kindermishandeling of mishandeling. Iedereen zegt dus van ja, maar ze doet toch niks verkeerd, ze slaat niet. Maar in het ontwikkelingstraject van het kind, afgezien dan van dat hij niet naar school gaat, dat is al een inbreuk op zijn ontwikkeling. Maar ook dat de andere ouder die wezenlijk onderdeel van het leven uitmaakt, die wel degelijk aanwezig is. Kijk, als er iemand overleden is, dan is het in en in triest. Maar je haalt niet iemand vanuit de dood terug. Die moet je dan eren op een andere manier. Maar hier is kennelijk een vader. Ik word ook mishandeld. Ja, inderdaad. Een vader die volledig terzijde wordt geschoven. Het enige advies wat ik in deze situatie zou kunnen geven is, wat ik wel vaker in dit soort situaties zeg. Blijf zorgen voor contact. Als die niet belt, nee, ik begrijp dat het moeilijk is. Maar als bellen niet gaat, stuur hem kaarten. Maak er een kopie van. Krijgt hij niet. Maak er een kopie van. Stop hem in het boek. Zo van, ik heb het gestuurd. Ja. Maak ook een dagboek. En dat
is niet, je hoeft niet iedere dag een stukje over hem te schrijven of aan hem te schrijven, maar maak een van mij heb ik een HEMA-schrift, maar oh, mag natuurlijk een reclame maken. Maar in ieder geval, neem een schrift, maakt niet uit waar vandaan, en schrijf daarin op de momenten dat je aan hem denkt. Zoals van, joh, ik denk elke dag, elk uur, elke minuut aan hem. Okay. En ik maak zo'n dossier, ik ben elke dag een dossier aan het. Ja. Maar is dat een dossier dat hij moet lezen of niet? Als hij groot is. En wat is jouw boodschap is anders? Mijn boodschap is anders. Dat begrijp je wel. Dat is, ik heb daar nu geen rust voor. Ik ben zo met een schaakspel bezig. Maar mag ik je een overweging geven? Naast dat dossier wat je aan het opbouwen bent, maak een schrift wat voor hem is. Jij was jarig. Ik heb aan je gedacht. Ik kon jammer genoeg je niet bellen. Op een ander moment, vorige week was het heel mooi weer. Zo, jee, was hier zo mooi weer. Ik had je graag mee naar buiten genomen, want ik was graag in het groen gegaan of naar zee. Of... Maak een schrift, een dagboek, alleen maar met positiviteit. Daar mag jouw verdriet wel in klinken. Over dat je hem mist of dat je hem graag meegenomen zou hebben of met familie. Wij zijn altijd heel positief met elkaar geweest. En onze telefoongesprekjes zijn ook altijd heel positief. En toen ik 1,5 jaar geleden deed wat ik heb gedaan, was hij juist blij dat ik het deed. Mm-hmm. En zei, fantastisch papa dat je dit doet. Maar, ja. Ja, maar... Ik begrijp wat je bedoelt. Dus... Dat de enige invloed die hij op dit moment hoort, is van zijn moeder. Ja. En eventueel de kring daaromheen. En wat... Als je kijkt naar internationale kindontvoering, is dat op het moment dat de kinderen weer terugkomen naar Nederland, op een court order of noem maar op, dat de achtergebleven ouder te horen krijgt, of zegt zo van, ik heb wel 40.000 of 100.000 euro besteed om jou weer terug te krijgen naar Nederland. Of, en dat geeft zo'n druk op het kind. Ik zeg niet dat jij dat doet. Het is niet verstandig om die twee dingen, dus wat het jou allemaal kost en wat je hem mee zou kunnen geven... Om dat met elkaar te vermengen. Dus ik kan me heel goed indenken dat je zegt, naast dat positieve wat jullie altijd gedeeld hebben, maak je een tweede schrift en daar ga je helemaal op los in jouw verdriet. Wat dan ook. Ja. Maar goed, even los daarvan. Hè, dus die tips die zijn duidelijk en helder. Jouw post is ook helder. Hoe wordt hier nu maatschappelijk mee omgegaan? Gebeurt er in de politiek iets om tegen ouderverstoting tekeer te gaan, actie te ondernemen? Er wordt wel het nodige gezegd, alleen er wordt geen handen en voeten aangegeven. En dat is ook heel erg moeilijk. Wat wordt er gezegd in de politiek? Beide ouders zouden eventueel recht moeten krijgen. Nou, je bent waarschijnlijk veel beter geïnformeerd dan ik over wat de politiek is. Heel actueel is vorige week maandag een symposium geweest over ouderverstoting. In het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daar waren een zeer interessante sprekers. En eigenlijk is daar de conclusie geformuleerd dat de hele manier van echt scheiden op dit moment niet geschikt is voor dit soort hoog problematiek echtscheidingen. En zegt men van je moet af van het toernooimodel, dat je bij een rechter moet gaan vechten, wat niemand wil, maar dat je een klinische, psychologisch onderzoek hebt voor het hele gezin. En dat dan wordt gekeken door deskundigen van hé, wat is er nou precies aan de hand? In plaats van dat je dat bij een rechter gaat zitten doen. Want dan mag je maar 2 minuten je mond open doen. Maar wat wordt dan gesuggereerd? Om gelijk deskundigen aan te stellen. En wie moet dan zo'n regierol hebben? Klinische psychologen. Mm-hmm. Die weten wat ouderverstoting is. Die weten wat voor impact. Dit is complex trauma. Dit is echt van een hoog niveau. Oké, je hebt nu zeg maar echtscheidingen. Nou, daarvoor ga je naar een mediator of een advocaat. Ja, nee, dat is niet geschikt daarvoor. Maar hoe bepaal je of dat niet geschikt is? Want
In wezen zou je zeggen dat het zou alleen een medicus kunnen doen. Nou, kijk, als er sprake is van autoverstoting, dat is niet alleen kindermishandeling, maar het is ook psychopathie. Ja, maar hoe constateer je het? Dus je hebt een beginpunt nodig dat je zegt, oké, dit is een hoog problematiek echtscheiding. Daar zijn testen voor, bijvoorbeeld de MASIC-test bestaat. Daar kan je door die af te nemen kan je zien of iemand behoort tot die groep, ja of nee. Zou je iedereen zo'n test moeten laten afnemen? Oké. En dat heet een? M-A-S-I-C. Oké. Ja. Op grond van die test wordt dan bekeken of er een medische afwijking is. Dat er psychologische redenen zijn om alle hens aan dek te roepen. Ja, wat wil je zeggen? Ik begrijp wat vandaan komt. In een ideale situatie of wereld zou dat ook werken. Waarom het niet dat er een zo'n algemeen vertekend beeld is op het moment dat je aan het scheiden bent. Alle vrouwen die zijn plotseling borderliner, alle mannen zijn narcisten. Alle vrouwen zijn mishandeld, op welke manier dan ook, of dat nou financieel, emotioneel, lichamelijk, of dat wordt geroepen om maar voor de buitenwereld jouw gedrag goed te praten, waardoor je de ander buitenspel zet. Dat risico ga je ook lopen op het moment dat je zegt alsof nou, iedere scheiding of aanstaande scheiding moet zo'n test ondergaan. Daarmee nodig je uit om nog meer conflict binnen het systeem te brengen. Ben jij het daarmee eens? Nou, ik constateer dat er tot mijn spijt sprake is van een soort verdienmodel. Een raad van de kinderbescherming die werkt niet voor de kinderen. Die werkt voor zichzelf. Die gaat van de ene procedure naar de andere procedure. Maar die kijkt niet wat het belang van het kind is. Mm-hmm. En dat vind ik erg. Dat ik vind het maar betekent dat jij een voorstander bent van zo'n test voor iedereen? Nou, dat hoeft niet voor iedereen. Ik denk dat er heel veel situaties zijn waar het overduidelijk niet hoeft. Maar op het moment dat je twijfelt en je zegt, nou, zou dit een oplossing zijn? Moet je het zeker doen. Wat zou volgens jou een goede maatschappelijke ontwikkeling zijn? Nou, dat de politiek eens een keer over durft te spreken. Want er wordt niet over gesproken. Men kijkt de andere kant op. Het is te ingewikkeld. Het kost te veel tijd. En men is ook niet opgeleid om dit te zien. Een raad van de kinderbescherming heeft geen deskundigheid om dit aan te pakken. Ze weten het niet. Ze durven het niet. Ze mogen het niet. Een ander punt is, je had het over wetgeving. Als we kijken naar Engeland, zodra een rechter daar in de gaten krijgt dat er sprake is van ouderverstoting of het vermoeden van ouderverstoting, dan staat daar een straf op. Zij kunnen zeggen alsof je zorgt dat je kind de volgende keer hier is en contact heeft met de andere ouder, op straffen van. Absoluut. En of dat nou een boete is, of notabene ook nog mogelijk, vastzetting. Mm-hmm. Nou, dan zorgt zo'n andere ouder wel dat de kind er is, hoor. Het is crimineel. Ken je dit alleen van Engeland of zijn er andere buitenlanders? De enige die er hier op deze manier, voor zover ik weet, want ik ben ook niet alwetend, is inderdaad Engeland. Wat zou je daarvan vinden, Ben? Daar zit iedereen op te wachten in Nederland. Dat het strafbaar gesteld wordt. Ook vaders die lijden onder het feit dat een rechter een uitspraak doet over een omgangsregeling. Mm-hmm. En moeder komt het niet na. Dat wordt niet gehandhaafd. Maar dit soort dingen, ouderverstoting, dat zou eigenlijk bestraft moeten worden. Mm-hmm. Maar mag ik het even nuanceren? Iedere ouder die buiten het leven van dat kind wordt gehouden. Want uiteraard, het zal het merendeel van de tijd voorkomen dat de moeders de hoofdverzorger zijn en vaders buiten sluiten. Maar even zo goed komt het andersom ook voor. En het is niet goed voor het kind. Het kind heeft zo lang, en dat moet ik ten goede spreken van onze rechtspraak. Er wordt gezegd, zolang het een van de ouders niet een gevaar vormt voor het kind, moet er gewoon contact mogelijk zijn. Dat de invulling daarvan wat problematisch is, dat weet ik. Maar het is geen tijd, hè? Maar het is niet meer zo zoals in het verleden werd gezegd. Zo van, dat klopt. Kind roept mee en vader bekijkt het maar. Okay, en dat gaat nu over ouderverstoting. Maar een heel ander begrip is misschien nog veel ingrijpender. Dat is ouderonthechting.
Dat zit weer op dat twee sporen beleid. Hoe ga je om met het programmeren van het kind? En hoe bewerk je het kind? Ja, en die onthechting die hoort eigenlijk meer bij... het kan een overlevingsstrategie zijn. Zo van, als ik mij maar losweek... Heel pijnlijk wat jou zou komen. Van de ouder die er niet is... Mm-hmm. Dan blijf ik tenminste overeind als kind. Ja, dat is ook logisch. Ik zit in overlevingsstrategie. Ja. Maar het kan ook een aanvliegroute zijn. Zo van, als die ouder zo vaak mij teleurgesteld heeft. Of als ik iedere keer weer opnieuw moet kiezen voor wie ik nu ben. Of voor wie ik straks ben. Hè, dat ligt er maar aan. In welk huis ik ben of bij welke familie ik ben, dan zit die onthechting erin. En die onthechting kan ook bewerkstelligd worden in een zo jong stadium. Dus het kind is van geboorte tot aan 2 jaar, dat zijn de belangrijkste jaren. Als hij niet vaak genoeg in contact is met die andere ouder, dan weet hij niet wat hij daarmee moet. Dat is eerder een abstract gegeven. Zo van, vader, we zijn allemaal van die leeftijd dat we dat nog weten. Op televisie, hè, zo van, wie is toch die man die op zondag... Maar wat dacht je van mijn vader en moeder, opa en oma van mijn zoon? Mijn andere zoon, mijn andere dochter, hun moeder, de hele familie. Hij wordt geïsoleerd van de hele familie. Ja. Van al zijn vrienden in Nederland. Het is een hele biotoop hier. Absoluut. Het is schrijnend. Ja. Dat kan ik niet anders zeggen. Het is schrijnend. En vandaar dat ik met... En de liefde die van ons kreeg. Ja. Die krijg je nu niet. Wat zouden we in algemene termen aan dit soort situaties kunnen doen? Als burger? Als maatschappij? De enige troost die ik op dit moment kan bieden is... dat als het kind... 8 jaar, 9 jaar verder is, dat hij dan inderdaad zal zijn. Zo van, maar dat is troost. Wat zou je willen dat er gebeurt? Is dat wat strafbaar schilderen? Er is zoveel strafbaar in Nederland. Nee, maar het gaat erom, wat zou jij willen? Wat is nou een goede ontwikkeling om dit tegen te gaan? Ik denk dat we samen met de politiek, samen met de rechterlijke macht, een sluitend systeem moeten creëren waarin we invulling kunnen geven aan welk ouderschap dan ook. En dat het nu op afstand is, hoe ga je daar dan mee om? Hoe bied je wel die link aan naar de vader, maar ook naar de uitgebreide omgeving? Wat zou jouw idee zijn? Ik denk dat wij in Nederland dit niet willen. Iedereen die je dit vraagt, die zegt dat vreselijk, dat erg. Ja. Daar moet iets aan gedaan worden. Echt zeer ernstig. En wat moet er naar jouw idee aan gedaan worden? Optreden. Gewoon het systeem hoeft niet te wijzigen, moet gewoon optreden. Het systeem deugt helemaal niet. Dus die hele toernooi-model moet weg. Dus dat moet en je moet een klinisch psychologisch onderzoek instellen op het moment dat er sprake is van ouderverstoting. En daar moet echt heel veel zorg aan besteed worden, want er ligt zoveel schade aan. Voor het kind is het zeer schadelijk. Maar ook alle gevolgen, want een kind kan ook wel allerlei afwijkingen gaan vertonen in zijn latere leven. En dat kan je herstellen, als je dan op tijd bij bent. Ik heb het gevoel dat het laatste woord hier nog niet over is gesproken. Nee. Dank jullie wel, Kitty Duel. Ik ben blij dat we hadden het over ouderverstoring en ouderontrichting. En zoals ik al zei, we praten hier vast de volgende keer nog verder over. Bedankt voor het kijken. Thank you.